Yes. We zijn live, jongens. Ik ben live en jullie zijn erbij. Alle 250 maandagochtend bakkie buddies, jongens. Heel erg welkom. Bekende namen weer in de chat. Gezellig dat jullie erbij zijn. Ja, we gaan gewoon de week weer even aftrappen met waar ik zo al gisteravond over na heb gedacht. Het hele weekend eigenlijk. Vrijdag was ik er niet, voelde ik niet zo lekker. Maar het gaat goed. Dus we gaan deze week lekker knallen. Ik had wel even wat huishoudelijke mededelingen. Iemand gesproken. En over de bakkies en zo. Ik doe het even niet toe wie dat is. Maar dat er behoefte is, merk ik. En ik krijg ook wel eens mailtjes van jullie aan een vaster tijdstip. Hè? Dus het idee dat het niet elke dag is, misschien niet zo heel erg. Maar dat het in ieder geval regelmatig is, dat jullie weten ongeveer hoe laat ik ga streamen. Omdat ik dit 5 dagen per week doe, in essentie, in principe. Hè, dus dat is in ieder geval de intentie. Kan ik gewoon niet elke dag om een vast tijdstip. Dus ik moet even gaan nadenken, dat ga ik deze week dus heel hard doen, hoe ik aan die behoefte tegemoet kan komen, dat het in ieder geval een vaster tijdstip wordt, of misschien minder vaak, of misschien 3 keer per week, of misschien in de middag. Maar dat het inderdaad duidelijker is. Wanneer is Sietske live? En dan is dat volgens mij ook veel beter voor de, voor de zichtbaarheid, zeg maar. En dat die notificaties dan er minder toe doen eigenlijk. Dat je gewoon weet, om 9 uur gaan we live. Dus ik ga er even hard over nadenken. Wat kan ik doen met mijn dag, zodat het inderdaad een vaster tijdstip wordt. En ik daar, me beter aan kan houden. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus dat geef ik jullie alvast even mee. Ik wilde dat eigenlijk vanochtend al min of meer zeggen wat ik zou gaan doen. Maar ik ben nog een beetje aan het stoeien daarmee. Dus dat komt, dat wordt allemaal nog duidelijker. In ieder geval, wat ik jullie wil vragen in de tussentijd is of jullie hieronder staat een stuk tekst, waarin ik een aantal veranderingen, ook andere veranderingen aankondig, waaronder mijn nieuwe website. Die komt binnenkort online. Daar zal ook dit kanaal op worden, geïntegreerd. Al dan niet YouTube, misschien wordt het een Rumble of wat anders. En dat het in ieder geval toekomstproof is. Zodat er alles dan straks op mijn website komt. En dan ook een wekelijks artikel komt er straks op. En veel meer nieuwe andere dingen die ik ga doen. Dus als jullie op de hoogte willen blijven daarvan, meld je even aan via de mailinglijst. Dat kun je dus hieronder doen via de link op mijn website. En dan word je daarvan op de hoogte gebracht. Dus heel veel dank daarvoor voor mensen die het al hebben gedaan. En abonneer je natuurlijk ook gewoon in de tussentijd nog op dit kanaal. Like en deel als je dit leuk vindt. Alright, jongens. Dat was het huishoudelijke. Ik hoop dat jullie een lekker weekend hebben gehad. Ik wel, tenminste vrijdag niet. Maar zaterdag voel ik me wel weer oké. En ik heb zoals het fijne is van het fijne, Een voordeeltje van verhuizen, laat ik het zo zeggen, is dat je weer eens wat nieuwe dingen tegenkomt. Zoals een jasje wat je heel lang niet meer wist dat je het had. Of boekjes die ineens uit een doos tevoorschijn komen. Dus ik had gisteren dit gevonden weer. Ik lees heel graag Woolebeck. En dit is een kleiner, wat is het eigenlijk, een soort van de vertaler van Woolebeck, Martin de Haan, die heeft een inleiding geschreven bij dit boekje, waarin het gaat over Woolebecks. Liefde is een groot woord, maar interesse voor de filosoof Schopenhauer. In aanwezigheid van Schopenhauer heet het. En omdat het een klein boekje is, dacht ik, ach, neem ik mee naar bed. En daar zag ik best wel weer wat interessante dingen in staan over wat over het nieuwe normaal, het oude normaal. Dat gaat er niet over in dit boekje. Maar ik pak er even een paar dingetjes uit om het te hebben over mijn andere onderwerp van vandaag. Namelijk de fabricatie van instemming. Dat gaat weer een stapje verder dan wat ik de afgelopen keren misschien heb besproken over het nieuwe normaal. En wat zijn nou eigenlijk over massavorming en volgzaamheid van mensen en de mondkapjes en zo. We zien het allemaal gebeuren. Maar het is ook, het is meer dan alleen volgzaamheid. Het is ook het fabriceren van het nieuwe normaal. En wie weet er meer eigenlijk over de mens als individu in de massa dan Woolebeck? Die heeft daar natuurlijk een hele mooie, een beetje cynische kijk op. Maar wel heel waarachtig, denk ik, en heel treffend.
ten aanzien van deze tijd. Zijn boeken worden natuurlijk ook heel vaak profetisch genoemd. Zijn boek Submission bijvoorbeeld. Heel veel dingen die daarin gebeuren. In die roman kun je eigenlijk zien als een voorspelling voor hoe de samenleving zich ontwikkelt. De mens die steeds meer verdwijnt. De individuele mens die steeds meer zijn vrije wil verliest en opgaat in de... In de depressieve staat van zijn, in de massa waarin eigenlijk de begeertes worden teruggebracht tot alleen maar consumeren, tot seks, tot lust, begeerte, maar hele primitieve neigingen eigenlijk die hem voortdrijven. Waarbij kunst, de filosofie en de wil tot zelfverwezenlijking of wat dan ook eigenlijk volledig op de achtergrond raakt. Hè? Dus de mens die verloren is. En dat zien we natuurlijk nu ook in 2021. De mens die eigenlijk nu wordt voortgedreven door van alles wat nieuw voelt. Maar eigenlijk ook al in de romans van Houellebecq voorkwam. Maar nu zien we het natuurlijk nog veel meer. De wens om erbij te horen. Veel meer dan de wens om de waarheid te kennen. Of de wens om gelukkig te zijn en vrij te zijn. Hoe meer ik praat over vrijheid en waarheid in deze tijd, hoe meer ik voel. En soms is het ook een vonkje wat in mijn hoofd dan ineens zo, weet je wel, ontstaat. Dat ik denk, ja, maar dat is gewoon ook voor heel veel mensen helemaal niet tastbaar meer. Het is niet meer werkelijk een wens om vrij te zijn en om de waarheid te kennen. Dus we gaan het even hebben over de fabricatie van instemming. Dus de manier waarop de macht gebruik maakt eigenlijk van die staat van ons. Zelf, van de massa, om de nieuwe realiteit eigenlijk gewoon te creëren. Te manufacturen, te fabricaten, hoe noem je dat? Te kneden, te maken. En met totale veronachtzaming voor de realiteit, de waarheid, de feiten. En hoe kan dat? En hoe sluit dat aan, zeg maar, op de massa? En hoe kunnen we dan begrijpen waarom onze vrienden en familie... kennissen, collega's er zo anders in kunnen zitten dan wij en zo anders reageren op de voorstelling van de werkelijkheid, zo anders reageren op wat zij als een voorstelling zien en wat wij als een voorstelling zien. Zij reageren eigenlijk bijna niet op onze voorstelling. Ze hebben een voorstelling aangenomen. Dus dat is een Schopenhauer waar hij het over heeft, de wereld als wil en voorstelling. Dus heel van wat wij de wereld noemen is natuurlijk een voorstelling. Het is een film, een projectie. Wij nemen iets waar en wij filteren dat door ons brein en daar maken wij onze waarheid van. Maar die is steeds meer losgemaakt, dus inderdaad van waarneming zelf en veel meer een soort psychische toestand geworden. Dus het is niet meer een kijken. Processen, hoe zeg je dat? Het verwerken en het beoordelen en daar een. Wat noemde hij dat nou? Ik ga hem even bijpakken. Kijk hoor. Martin Haan zegt: de voorstelling die heeft elke onschuld verloren. Als onschuldig kan een voorstelling worden aangemerkt die zich niet anders wil voordoen dan als voorstelling, die niets anders wil zijn dan een beeld van een buitenwereld. Met andere woorden, die geen kritisch commentaar op zichzelf bevat. Dus de massale intrede van allusies, spot, ironiserende subtekst en humor binnen de voorstellingen heeft de beoefening van kunst en filosofie razendsnel ondermijnd en in een alomvattende, ongedifferentieerde retoriek veranderd. Nou, ik zou daaraan willen toevoegen, niet alleen humor en spot, maar ook, wat heb ik opgeschreven, wat is eraan toegevoegd? Sarcasme, activisme, propaganda. Dus we kunnen heel moeilijk meer zien eigenlijk wat de feiten zijn. En we zijn ook niet in geïnteresseerd. Feiten doen er niet toe. We zijn irrationele wezens. Nou goed. Eerst, hoe kwam ik er nou op om het hierover te hebben? Omdat ik gisteren even de actualiteiten er even bij pakken ook. Jullie hebben het natuurlijk niet gemist. Maar het lichaam natuurlijk van die Belgische ex-militair is gevonden in de bossen op de grens van, net over de grens van Nederland bij Limburg in België. Jurgen. Door de burgemeester van Maaseik.
de burgemeester van Maaseik, de heer Tollenaren, die was aan het mountainbiken. En toen rookte hij een geur. En het verhaal gaat dus dat hij dat kon herkennen, omdat hij ooit een keer met graafwerkzaamheden op een begraafplaats iets had gedaan of zo, gewerkt vroeger, weet ik veel. Dus hij kon dat thuis brengen. Hij herkende dat als een lijfgeur. Toen heeft hij meteen de politie gebeld. Toen is er ook nog een jager heeft zich gemeld. Die heeft toen ook verteld in de media dat ook hij op die plek was geweest. Daarvoor nog. En ook op iets, op een lichaam was gestuit. Maar hij dacht dat het wild was. Goed. Dus we hebben twee personen die het lichaam hebben gevonden. En nu is de zaak als het ware tot een einde gekomen. De grote klopjacht op de militair is tot een einde gekomen. En dat is het verhaal dat we krijgen in de media. Dat het waarschijnlijk om zelfdoding is gegaan. En dat toevallig de burgemeester van Maaseik daar op die plek was. En nou, dat kan toch gewoon gebeuren. Hè? Ik schreef op Twitter dat zie je eigenlijk alleen maar in een soort Pieter Post. Jullie kennen vast Pieter Post wel. Brandweerman Sam, Pieter Post, dat soort series. Dat is een beetje het script wat je bij Pieter Post zou verwachten. Het is een klein dorpje waar vier mensen eigenlijk de leiding hebben. Hè? De postbode, de burgemeester, de bakker en nou ja, de postbezorger dus. En dan moet er altijd eentje zijn die natuurlijk het grote mysterie ontrafelt over waarom dit is gebeurd, dat is gebeurd. En nu, nou, dit is natuurlijk niet een script voor kinderen zozeer, maar het is in dezelfde fictieve-achtige manier van over de wereld nadenken. Dus de simpelheid ervan. Hoe kan iets wat zo'n groot verhaal was, is op zo'n manier, op zo'n bizarre manier zich ontknopen? Dan verwacht je een soort complexiteit van oké, maar waaraan is hij dan overleden? Waarom hebben we nog niet gehoord hoe lang die al dood was? Het stinkt. Ik heb gezien dat heel veel mensen daar ook op reageerden op Twitter, social media in het algemeen. Van dit kan toch niet zo zijn dat ze speurhonden hebben ingezet wekenlang. Trouwens, even voor jullie herinnering, het is de afgelopen twee weken daar helemaal niet meer over gegaan. Oké, dus die Mark van Rans, die heeft dus al die tijd ondergedoken gezeten. Maar we hebben de afgelopen twee weken niets gehoord over de ontwikkelingen. Over hoe die zoektocht verliep en welk gebied enzovoort. Je zou toch verwachten dat dat dan toch een soort in het nieuws zou blijven. Maar goed, hè, sommige dingen raken op de achtergrond. Dus Mark van Rans, die zat al die tijd ondergedoken. En nu is er door de burgemeester een lichaam gevonden. De werkelijkheid is niet zo simpel. Weet je wel, er is altijd een bij zo'n soort verhaal, die natuurlijk wel begint met heel veel complexiteit. Van waarom, wie is die man dan? Waarom gaat hij dit doen? Wat zijn zijn motieven nou eigenlijk precies? Hoe gevaarlijk is die nou eigenlijk? En zijn familie heeft zelf ook al aangegeven van hij zou zelf nooit tot zelfdoding overgaan. Maar goed, oké, dat is misschien ook vaak dat de familie dat natuurlijk niet wil geloven dat dat zou kunnen. Dat zit daar natuurlijk ook in. Maar misschien als we even uitzoomen, zeg maar, van is het waarschijnlijk dat? Natuurlijk is het. Natuurlijk kan het. Tuurlijk, alles kan, toch? De wonderen zijn de wereld niet uit. Je kunt als burgemeester van Maaseik de meest gezochte ex-crimineel, extreemrechtse ex-crimineel vinden bij het mountainbiken. Dat is natuurlijk technisch gezien niet onmogelijk. Maar het past niet in het plaatje van wat je zou verwachten, zeg maar. Het is een gefabriceerd verhaal, denk ik. Niet omdat... En het is ook nog eens heel slecht gemaakt. Omdat het zo'n slecht verhaal is. Weet je, je zou een veel meer een soort ingewikkelder verhaal van, nou, een groepje, nou, gewoon onbekende mensen, weet je wel, gewone burgers die daar lopen, of niet een burgemeester, weet je wel, dat zou je dan niet verwachten. Zou er niet iets in kunnen zitten van een soort, dit verhaal is zo onwaarschijnlijk, dat het een soort kortsluiting met mensen teweeg brengt van, nou ja, het zal wel. Dus je wordt erdoor... Het schrikt werkelijk af. Dat je denkt, het is zo'n raar verhaal. Ik kan er eigenlijk niets mee.
Het signaal is ook, stel geen vragen meer. Het is niet de bedoeling dat we nog vragen stellen hierover. Dat is eigenlijk wat ermee wordt gezegd. Wij hebben dit zo gemaakt, dit verhaal, dat het duidelijk is dat je ervan af moet blijven. Dit is een signaal naar de mensen, overal, dat mensen als Mark van Ranst, dat je die niet zomaar mag, natuurlijk mag je ze niet bedreigen, daar ben ik ook absoluut tegen. Zeker niet als je met wapens op pad gaat. Maar het gaat er even natuurlijk om het bredere signaal dat wordt afgegeven aan mensen. Als jij je op een bepaalde manier gedraagt en je staat vijandig tegenover de virologen die continu in de media zijn en ons leven beheersen en bepalen op een hele ingrijpende manier en geen weerwoord dulden en extreem polariserend te werk gaan in de media, zoals Mark van Rans doet, door andere mensen uit te schelden, zwart te maken, te bedreigen, nou, niet te bedreigen, maar in ieder geval wat doet hij? Uit te schelden. He, dus dit is extreem onwetenschappelijk, zeg maar, ondeskundig, om op die manier natuurlijk te werk te gaan. Maar dat is blijkbaar hun modus operandi geworden, om tegenstand en weerstand, als het ware, uit te schakelen. En deze militair was natuurlijk een extreem voorbeeld van iemand die handschoen oppakte en daadwerkelijk tot actie zou willen overgaan. Dat zeggen ze in ieder geval. We zullen nooit weten of dat zo was natuurlijk. We zullen nooit weten wat zijn echte bedoelingen waren. We zullen nooit weten of die echt zo lang door die bossen heeft gezworven. Hoe kan je in dit gebied in de wereld zo lang zonder dat je wordt opgepakt? Ik bedoel, ze hebben tegenwoordig drones, ze hebben honden, ze hebben, weet je wel, er waren beelden van tanks door de straten enzovoort. En al die weken zou hij hebben zitten wachten tot het moment dat hij dacht, oké, nou ja, nu ga ik mezelf maar doodmaken of zo. Ik denk dat het een gefabriceerd verhaal is over waarin zeg maar, het doel van het verhaal is. Jullie voelen allemaal aan dat hier iets anders aan de hand is. En dat is goed, want dan is er een zaadje geplant in jullie hoofd. Dat er zomaar iets heel raars met je kan gebeuren op het moment dat jij je uitspreekt. Op het moment dat jij dus niet met wapens enzovoort op pad gaat. Maar het is wel een ultieme consequentie, als het ware. Mark van Rans wordt bedreigd, gaat onderduiken. En 3 weken later wordt een lichaam gevonden. Weet je, als je alleen die feiten zou kennen. Als je vandaag uit een coma zou ontwaken. Na een maand of zo. Zeg ik altijd als voorbeeld. Maar dan zou je met die feiten denken, ja, maar dat is natuurlijk wel raar, toch? Dan zou die militair misschien wel vermoord kunnen zijn. Hè? Het is niet alsof dat nog nooit in geschiedenis is gebeurd. Hè? Dus dat de mensen als het ware een standrechtelijke executie kregen als voorbeeld, als afschrikwekkend middel. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet doen. Dus dan dit verhaal. Natuurlijk het verhaal eerst maken. Het beeld van deze man maken. En dan... Ik neem het allemaal terug als er meer dingen naar buiten zouden komen over wat voor wapens, hoe lang was hij al dood, wat is er precies... Ik wil brieven zien, ik wil weten van hem wat hij precies wilde. En dat zolang dat niet bekend is, vind ik het een... rammelt het aan alle kanten. Maar het is dus vooral... Het voelt heel erg gefabriceerd. Snap je? En dat is de... Daar moest ik dus gisteren over nadenken. Van, zoals eigenlijk alles heel erg gefabriceerd voelt. Ik had het gisteren met mijn echtgenoot ook nog over. Van, er is bijna helemaal geen reden meer voor de overheid en de media die daar natuurlijk daar helemaal zich omheen hebben gewikkeld, als het ware. Als een soort van kluwen. Er is helemaal geen reden meer voor de overheid om überhaupt, wat voor verhaal dan ook, ook al is het een huistuin- en keukenverhaal, om daar de echte werkelijke toedracht en feiten over te vertellen. Het maakt niet uit wat het is.
waarom niet alles? Waarom niet alles fabriceren met natuurlijk de bedoeling om überhaupt de realiteit te fabriceren? Want als je ook simpele, dit gebeurde ook in de DDR, dit is niet van nu alleen. Waarom alleen maar de verhalen fabriceren die je wilt toedekken? Dus de toeslagenaffaire, MH17, whatever. Je kunt er allerlei voorbeelden noemen waarvan later bleek dat het heel anders zat. Waarom alleen die? Waarom niet eigenlijk gewoon alles? Waarom niet de weersvoorspelling, bij wijze van spreken? Waarom niet, nou ja, dat is een goed voorbeeld. He, dingen die obviously zwart of wit zijn. Hè? Het wordt mooi weer, het wordt slecht weer. Waarom zouden we niet alles eigenlijk maken als een tot iets gefabriceerd? Want, daar gaan we het over hebben, over het onderwerp. Hoe meer je fabriceert, hoe meer verhalen onecht zijn, hoe meer mensen daadwerkelijk in hun hele bewustzijn opschuiven naar iets wat niet meer herkenbaar is in de echte wereld. Dus de realiteit is dan helemaal niet meer iets wat ze waarnemen. Laat ik een extreem voorbeeld noemen. Dus je ziet het eigenlijk al nu een beetje. Bijvoorbeeld het weer, dus wat ik al zei. Dat we met 25 graden, het lijkt alsof het elk jaar erger wordt. Dus dat we met, kijk, 30 graden is dan officieel tropisch en zo. Maar ik merkte de afgelopen week al eigenlijk dat bij temperaturen van 25 graden zag ik kaartjes en zo van fel uitgelichte delen van Nederland met oranje en bijna een soort van paarsig, of wat was het, donkerrood uitgelicht, alsof er een extreme hitte is, een extreme situatie is. Dus normale situaties worden extremer gemaakt. Dus het is gewoon lekker weer. Maar we moeten allemaal water drinken en oppassen en binnen blijven en de deuren open en de verkoeling zoeken en petjes op en insmeren. En dat je helemaal denkt, oh jeetje, er is iets ernstigs aan de hand. En dat doen ze met alles nu. Er is de hele tijd iets ernstigs aan de hand. En als je eventjes je soort van je comfortabel voelt in je eigen waarneming en je zijn en alles is kalm en rustig en de vogeltjes fluiten, dan is er weer iets. He, dan is er weer over het virus gaat het natuurlijk ook de hele tijd in extreme. De Delta-variant komt er nu weer aan. Dus je wordt de hele tijd opgeschrikt. Je wordt de hele tijd uit je comfortzone gehaald. Er is altijd iets extreems aan de hand. En dat is ook een onderdeel van dat fabriceren van instemming. Je stemt op een gegeven moment in met wat je als werkelijkheid wordt aangereikt. In totalitaire regimes is het belangrijk. Ja, dus dat soort regimes, hè, stel dat we die zouden hebben, is het belangrijk dat de leugens, want dit gaat verder dan leugens, het is fabriceren van onze perceptie. Ja, dus het niet alleen maar liegen, want kijk, leugens kun je debunken en zo, maar daar zijn we al niet meer mee bezig. We zijn niet aan het debunken, we zijn ons door de gekte aan het heenworstelen, als het ware. Dat is wat anders. En de gekte is de bedoeling, want in totalitaire regimes kan de gekte... Wat heb ik opgeschreven? Ik had opgeschreven, de gekte is de gekte die we nu zien, waarin alles wordt, elk norm, elk verhaal eigenlijk onwaarschijnlijk klinkt en lijkt, is eigenlijk een cruciale periode in de omwenteling van een regime. Dus van een vrije samenleving naar een dictatuur of een totalitair regime. Dictatuur is weer iets anders. Maar in totalitaire regimes is het cruciaal dat mensen worden losgeweekt eigenlijk van hun werkelijkheid en in een nieuwe werkelijkheid komen. En is dat niet waar we nu precies in zitten eigenlijk? Ik moet heel even kijken of dit allemaal nog goed gaat. Ja, want dan krijg je een gedachteloze massa. Dus het is niet een massa creëren die overtuigd moet worden met feiten of met leugens. Het is niet de overtuiging, het is meer de fysieke, mensen in een fysieke staat brengen, in een fysieke beweging zetten, als een kudde, dus echt als een kudde worden meegevoerd naar een ander stuk land, waar het hek hoger is straks en waar we niet meer uit kunnen, zeg maar. Dus een fysieke beweging in gang zetten. Het mensen die kant op laten kijken, niet naar de andere dingen kijken. Gewoon die kant op lopen.
Dus hoe frustrerend is het dan in zo'n werkelijkheid, zo'n pseudo-werkelijkheid te zitten? Als jij iemand bent die de hele tijd roept, ja, maar de feiten zeggen dit, de feiten zeggen dat. Laat ik een klein stukje voorlezen van een column van mijn zeer geliefde CJ Hopkins. Een kennis van mij in Berlijn die heel treffend en raak over dit soort dingen schrijft. Die column zag ik vanochtend. Dat ik, oké, dat is inderdaad precies ook wat ik bedoel. Over die verschuiving naar nieuwe realiteit. Dus waarom moet je dit weten? Omdat dit dus voor een groot deel verklaart waarom heel veel mensen niet meer in staat zijn om te zien waar ze zijn en te zien wat ze doen. En de consequenties van hun acties niet kunnen overzien. Ze willen het ook niet overzien. Ze willen ook de ander niet zien. Ze zitten in de kudde. Hij zegt, this is the crucial period for the totalitarian movement. It needs to negate the old reality. Dus de oude realiteit moet ontkend worden. In order to implement the new one. And it cannot do that with reason and facts. So it has to do it with fear and brutal force. It needs to terrorize the majority of society into a state of mindless mass hysteria that can be turned against those resisting the new reality. It is not a matter of persuading or convincing people to accept the new reality. Dit is een belangrijk punt inderdaad, dat merk je ook. Heb je het idee dat mensen overtuigd zijn dat ze het vaccin moeten nemen? Overtuigd zijn van de maatregelen? Overtuigd zijn dat ze eruit komen? Nee, not really. Ik zie niets van een daadwerkelijk ingevoelde overtuiging dat wat zij doen inderdaad goed doordacht of even goed doorvoeld, laat ik het dan zo noemen, goed doorvoelde beslissing is. Waar ze achter staan en waar ze ervan begrijpen wat ze doen tegenover mensen die het niet doen. Net zoals andere mensen dus ook kunnen vertellen waarom ze het doen. Dat kunnen ze helemaal niet. It's more like how you drive a herd or cattle. You scare them enough to get them moving. Then you steer them wherever you want them to go. The cattle do not know or understand where they are going. They are simply reacting to a physical stimulus. Facts and reason have nothing to do with it. And this is what has been so incredibly frustrating for those of us opposing the rollout of the new normal. Dat is waar. Hoe gefrustreerd zijn heel veel mensen die met feiten komen. De artsen die zich uitspreken, journalisten die zich uitspreken. Er zijn best wel veel mensen die echt de moeite nemen om te zoeken naar wat is er aan de hand. Wat zijn die... Wat zijn de cijfers? Hoe moet je die zien? In welke context moet je die zetten? Enzovoort. Die worden steeds gefrustreerder. En dat heeft er alles mee te maken met dat je dus met feiten tegenover iets staat wat niet met feiten wil worden lastiggevallen. Het gaat daar dus niet meer over. Whether it's debunking the official COVID-19 narrative or Russiagate or the storming of the US Capitol, or any other element of the new official ideology. Dat is natuurlijk inderdaad niet alleen maar COVID. Het zijn ook al die andere hoaxes en rare verhalen die mensen gewoon overnemen als de waarheid. En dan zegt hij, dit is... Even kijken, Okay, and this it has been incredibly frustrating, nog een keer, that many of us have been operating under the illusion that we are engaged in a rational argument over facts. Dat is wat ik al zei, dus Russiagate, COVID enzovoort, klimaat trouwens ook, dat noemt hij niet. This is not at all what is happening. Facts mean absolutely nothing to the adherents of totalitarian systems. Als je dat weet, ben je al voor de helft bij een oplossing. Als je dit snapt, ben je al voor de helft bij een beter bewustzijn over waar we in zitten. Als je dit opgeeft, het voelt als een nederlaag, was het woord. Het voelt als een nederlaag om dat op te geven. Het voelt als een nederlaag om niet op Twitter te zitten en te zeggen,
dit is hoe het zit, dit is wat deze arts zegt, het is een strijd met dat, we zien toch, er is helemaal geen bla bla, weet je wel. Er zijn zoveel dingen al geweest die zeg maar het narratief hadden kunnen veranderen. En dat heeft niets gedaan, omdat de feiten er niet toe doen. Als je dit vooral weet, ben je al op de helft eigenlijk van begrip over waar we in zitten. You can show the new normals the facts all you like. You can show them the fake photos of people dead in the streets in China in March of 2020. You can show them the fake projected death rates. You can explain how the fake PCR tests work, how healthy people were deemed medical cases. You can show them all the studies on the ineffectiveness of masks. You can explain the fake hospitalization and death figures. Send them articles about the unused emergency hospitals, the unremarkable age and population adjusted death rates, cite the survival rates for people under 70, the dangers and pointlessness of vaccinating children. None of this will make the slightest difference. Niets maakt enig verschil. Wat zegt dat ons over de toestand waar we in zitten? Als dat soort belangrijke dingen, waar je zou zeggen, in het begin dacht ik nog wel eens, als mensen dit zouden weten, dan zouden ze minder angstig zijn. Toch? Als ze zouden weten de kans om te overlijden veel kleiner is dan we eerst dachten. Dat is een opluchting voor mensen. Dan lopen ze het terug en dan gaan ze zichzelf herpakken. En dan gaan ze zichzelf weer, gaat de ratio weer aan en dan gaan ze weer nadenken. Nee hoor, helemaal niet. The global capitalist ruling classes, government leaders, the corporate media and the new normal masses they have instrumentalized are not debating with us. They know the facts. They know the facts contradict their narratives. They do not care. They do not have to, because this isn't about facts, it's about power. Oké, dit gaat over macht. Ze weten het. Dat is misschien ook wel, en daar kun je nog over discussiëren, weten ze het wel, weten ze het niet. Ze kunnen het weten, dat is voor mij genoeg. In het strafrecht gelden ook dat soort categorieën. Wanneer ben je strafbaar, wanneer heb je schuld, wanneer heb je opzet, wanneer heb je iets gewild, enzovoort. Er is zoiets als een weten en iets doen en je strafbaar maken aan schuldig maken aan iets en strafbaar zijn. Maar er is ook zoiets als het kunnen weten. Je kon weten dat wat jij deed schadelijk was en gevaarlijk was. En voor die ander, voor de mensen, voor jouw slachtoffers, voor jouw whatever, weet je wel. En dat is wat je natuurlijk nu ziet, is dat ze zich verschuilen achter een soort het ontkennen. Ze ontkennen niet, maar ze willen überhaupt het debat niet aangaan. Ze gaan niet debatteren, want ze weten het al. Ze weten het al. Of ze kunnen het weten in ieder geval. Dus daarom debatteren ze niet. Ze willen helemaal niet een debat over de feiten. En hoe meer je dat probeert, hoe minder je daarin ook zal slagen, denk ik. Dat is wel helaas de bizarre tijd waar we in zitten. Ik zag gisteren een tweet van iemand die schreef, wat gaan we, dus iemand die zich blijkbaar had laten vaccineren, wat gaan we doen met de ongevaccineerden? Wat gaan we doen met de ongevaccineerden? Niet, hoe gaan we het gesprek aan, wat vinden we daarvan? Nee, wat gaan we doen met deze mensen? Dit is gewoon iemand die... Weet je wel, en er werd ook geliked en er mensen die reageren daarop en die zeggen dan, oh, nou, laat ze lekker, ze komen wel, ze hebben nog niet door dat zij, weet je wel. Dus dat vind ik een hele enge manier van, ook omdat het zo onbevangen gaat en zo totaal in de open, weet je wel, wordt er gewoon gefantaseerd over wat we gaan doen met die mensen. Die dus zijn achtergebleven. Dit is een teken aan mensen, dit is een teken aan de wand dat er een hele grote groep is nu die gaat volharden in hun weergave van de werkelijkheid, in hun geloof in de werkelijkheid. En ze zijn niet meer bereikbaar met feiten en argumenten en wat dan ook.
alles, of het nou het verhaal is van die ex-militair, of klimaat, of immigratie, of EU, of wie de goede en de slechte zijn, of wat dan ook, staat ten dienste. Alles wat we zien staat in dienst van het wegmaken van de werkelijkheid, onze voorstelling van de wereld. Daar geloof ik inmiddels wel in. Kijk, dat uiteindelijk de realiteit niet weg te maken is, is wat anders. Maar kijk, dat maakt niet uit voor nu, want zolang we het niet zien, gaan we de verkeerde kant op. Gaan we richting de afgrond. Hè? Want de afgrond is waar ze ons naartoe willen hebben. In ieder geval, ik bedoel, om ons onder controle te houden, zodat we daar nog banger worden en nog meer zullen volgen en niet meer weten wie we zijn. De boeken van Wollebeck zijn eigenlijk gewoon mooie, liefdevolle sprookjesverhalen als je het vergelijkt met de echte situatie, vind ik. De dolende mens die hij beschrijft in al zijn romans. Trouwens, het is ook De Mogelijkheid van een Eiland, is een boek waarin de mensheid eigenlijk al is uitgeroeid. En er zijn er nog een paar mensen die zijn dan gekloond en die moeten zich dan proberen te redden enzovoort. En die gebruiken dan eigenlijk hun laatste wil, hè, wil tot zijn of macht of wat dan ook, om eigenlijk uit hun geïsoleerde plekken weg te lopen. Ook al weten ze dat ze daardoor overlijden. Ik vind dat heel mooi geformuleerd door hem, dat idee van dat eiland en zo. Mensen zullen altijd, ook al worden ze opgesloten en worden ze beroofd, zeg maar, van hun vrije wil en hun begeer en alles wat de wereld, of wat leven de moeite waard maakt, als ze daarvan worden beroofd, zullen ze altijd, ook al is de dood de prijs, weg proberen te lopen daaruit. Maar blijkbaar moeten we eerst geïsoleerd raken en helemaal gestript worden van al onze menselijkheid en waardigheid voordat we dat gaan zien. Ik denk het wel. Want dan is er niets meer over. Dan is die hele voorstelling, die film, is dan een, ja, is een zo'n depressieve staat dat je niets meer te verliezen hebt eigenlijk. Of zo. Misschien klink ik een beetje zwartgallig. Jongens, het is allemaal niet zo bedoeld natuurlijk. Wat had ik nog meer geschreven? Even kijken of ik nog iets kan toevoegen. Pam pam. Ja, hij zegt ook, Oelbeck zegt ook van, alles is gereduceerd tot macht. Nu, dit is allemaal machtsspel. Dus dit is niet meer de verwezenlijking van mensen, maar dit is allemaal een machtsspel. En waarom gaan mensen eigenlijk mee in dat machtsspel, dacht ik. Ik denk dat het te maken heeft met dat de onmachtigen, de mensen die zich niet machtig voelen, maar wel daarnaar kijken, en zien dat alles een machtsspel is nu, in ieder geval gezien worden al in een complementaire rol daarin, heb ik geschreven. Dus mensen zijn dienstbaar, ze zijn nuttig, ze zijn opofferingsgezind, ze doen het voor het collectief. Ze hebben eigenlijk een functie. Ze hebben eindelijk een functie, eindelijk. Weg van al die, oh, dat gestreef naar vrijheid en mooi en schoonheid en dingen en levensbetekenis, bla. Rot op. Nee, ja, we kunnen nu gewoon ons opofferen. Wat is er mooier dan dat? Toch? Volgens mij schreef Jan Benning gisteren op Twitter ook zoiets als, vroeger waren de beulen nog geharde lui. Hè? Beulen, zoals je je voorstelt. Nu janken ze en zijn ze slachtoffer en krijgen ze een portie wraak en macht. Dat is absoluut waar. De slachtofferstatus, zoals in zo'n Mark van Ranst, hè, is ook een slachtoffer. Slachtoffer. Ze is een slachtoffer van een extreemrechtse ex-militair. En van de beeldvorming. En van mensen die niet willen luisteren. En ik ben heel zielig. Zijn niet al die mensen die met macht, die macht hebben nu en miljoenen op de bank en alles bepalen totdat wij in ons lichaam hebben zitten, dat die mensen kunnen huilen en kunnen klagen op tv over het feit dat mensen hun misschien wel een beetje boos zijn op ze. De paar mensen die nog niet in de kudde zitten, zullen we maar zeggen. Dat is hun tactiek. Hè? Dus dat is hun manier van
de beul uithangen. De beul, als het, hè, dus het slachtoffer spelen. En ondertussen dus oproepen tot vervolging. Vervolging van andersdenkenden, de vervolging van de ontkenners, van de antivaxxers, van de complotdenkers. En OM doet mee en iedereen doet mee. En dat is de manier van hun macht eigenlijk behouden. Het heeft niets meer weg van een gewapend conflict of een echte harde titanenstrijd of wat dan ook. Het zijn zielige kleine mensen die die manier gebruiken alsof ze kinderen zijn om elke weerstand weg te zetten als extreem en radicaal en wat dan ook. It's so obvious. En dat. Iemand zegt hier, Jurgen zou zich met 3 kogels door het hoofd zelf hebben gedood. Is dat nu bekend geworden, dat hij met 3 kogels is gedood? Ja, Kaat, ik zal even een linkje onder de stream zetten naar de column die ik net voorlas. Dank voor de... dat je dat even benoemt. Oké. Okay. Goed. Ja. Dat was het, jongens. Ik wilde het niet al te lang maken vandaag. Het was al vrij lang eigenlijk. En niet al te luchtig weer. Maakt niet uit, jongens. Het is oké. Neem mee wat je mee wil nemen. Oh ja, ik was ook nog, wat me niet verteld. Ik was nog bij Vrouwen voor Vrijheid zaterdag. In Haarlem. En dat was heel leuk. Want er waren een aantal bakkie-kijkers die mij... die naar mij toe kwamen. En dat is heel grappig altijd. Want die herkennen mij natuurlijk. Maar het is een soort van contact. Alsof het, zij voelen zich meteen een soort... ook, hè, want ik ken hun dan ook voor hun gevoel. Dat is heel grappig. En dat is op een bepaalde manier ook zo. Weet je wel? Het is een soort van... ja, we hebben dingen met elkaar besproken, bij wijze van. Zo voelt dat op een of andere rare manier. Ik weet niet hoe dat komt. Maar dat was ontzettend leuk. Dus dank voor alle mensen die er waren en mij complimenten gaven. Dus dat vind ik heel leuk. Alright. Vrouwen voor Vrijheid. Misschien gaan we daar morgen even over hebben. Over wat ik daarvan vind. Dat was een hele mooie bijeenkomst. Heel sereen eigenlijk. Heel vreedzaam. Er was al wat politie. Maar nee, ja, het was niet op geen enkele manier te vergelijken met de dingen die ik van een afstandje heb bekeken. Afgelopen maanden in Amsterdam. Dit is... het is eigenlijk een soort... ja, mensen maken natuurlijk altijd een beetje grapjes over. Het is een liefdesoffensief, hè? Ik zie het letterlijk als een fysiek schild omhoog houden voor het kwaad. Voor het kwaad, ja. Dus het is een... dus je kunt het ja, dat zo is het misschien wel. Het is bijna een soort kerk, een soort religieuze bijeenkomst, waarin liefde en verbondenheid en het goede, puur in die eenvoud, hè, dus er zit geen enkele soort van hardheid bij, of een soort, weet je, het is een schild om de demonen als het ware weg te houden. Dat is de kern volgens mij van die beweging. Dus je hebt verschillende dingen natuurlijk die nu spelen, maar dat is volgens mij wat Vrouwen voor Vrijheid heel erg doen. Kracht van het hart. Het is dat schild, een muur, op een bepaalde manier een muur metselen waar die demonen niet bij komen. En volgens mij is dat een onderbewust, ik denk dat we dat pas veel later zullen begrijpen wat dat is, onderbewust een rituele, religieuze handeling aan het uitvoeren waren. Zijn. Het uitvoeren zijn. Waar je dat vreselijke weghoudt. Eigenlijk. Puur alleen dat. Dus je gaat er niet meer mee in gevecht. Je zorgt dat het niet bij je kan komen. Dat is trouwens ook een hele, hele belangrijke oefening om te doen. Is om niet... op wat voor manier ook niet je te laten verleiden om de demonen van deze tijd, als het ware, te entertainen.
om ze uit te dagen, om ze, ja, hoe zeg je dat, te prikken en te stimuleren om zich te vermommen naar iets anders of zo. Snap je? Want het gaat niet weg, het houdt niet op. Goed, jongens, ik wens jullie een hele mooie maandag en ik zie jullie hier morgen weer. Hou je goed, hou je taai, wees lief voor jezelf en elkaar. En dan zien we elkaar morgen. Oké, ciao jongens.